We hebben hem weer uit de grond getrokken en de draad is opgepakt. We gaan weer om de 2 jaar en dan vooral in het jaar waarin we niet een EK of een WK hebben, dat de volle attentie op het baggerfestival ligt. Het is een gratis festival, dus de muziek is vrij toegankelijk voor klein tot groot. Dat vinden we ook heel leuk, om de jeugd en ja, mensen met het grijze haar, voor elk wat wils. En daar spelen we ook op in. En we doen het ook met het hele dorp, met de lokale horeca. En dat maakt het tot een heel leuk, prachtig feest. In ieder geval is het verstandig dat er initiatieven uit de samenleving gemeld worden op onze website. Of bij de gemeente uiteraard, want dat komt toch samen. Daar staan we heel graag voor open, want ja, de beste ideeën komen natuurlijk altijd uit het dorp.